Er zijn 1,2 miljoen doden in het verkeer wereldwijd per jaar. 1,2 miljoen doden. Dat is meer dan alle oorlogen bij elkaar. Hè? Op dit moment 1,2 miljoen doden. 95% door menselijk falen. Dus stel het is 30 jaar verder. Hè? Stel even 30 jaar verder. En je wordt gereden in je autonome auto. Ja. En je kijkt naar buiten en je ziet al je mensen om je heen ook allemaal worden gereden in hun autonome auto. Ja. En dan zie je één auto en die wordt bereden door een mens. Wat denk je dan? Dan denk ik, dat is asociaal. Dat is asociaal. Dat is gewoon, kijk, iemand die zelf rijdt, dat is gevaarlijk. Dus zelfrijken kun je dan op hetzelfde plan stellen als roken of, ja, of te veel drinken of zo. Precies. En ik sluit dus niet uit dat het zelfs vanwege de veiligheid eigenlijk verboden wordt om zelf te rijden op termijn. En ik denk dat dat wel eens mogelijk zou kunnen zijn over één generatie. Gaat het echt zo snel? Computers, algoritmes, robots en ook zelfrijdende autonome auto's. Ze zijn er al, maar hoe snel gaan ze ook het komend jaar ons leven veranderen? Of zou je domineren moeten zeggen? Ik ga het maar eens vragen aan professor Maarten Steinboeg. Hey Maarten. Hey Bart, wat een prachtige eend heb jij bij je. Ja, Rij maar even door in ons lab. Kom maar. Ik begrijp dat dit een milieuzone is. Ben ik wel welkom met dit fossiele bouw? Eventjes, heel kort. Lijkt me goed. Oké. Okay. Steinboeg is hoogleraar aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Zelfrijdende elektrische auto's en robots, daar houdt hij zich mee bezig. En 2018 wordt weer een jaar van technologische reuzenstappen. Dag in dag uit is hij bezig om mensen ervan te overtuigen dat het tempo van de verandering ongekend is. Zoals in het elektrisch rijden. Als ik in Amsterdam ben bijvoorbeeld, ja, dan zie ik misschien een paar laadpalen staan. Maar je kunt toch niet alle auto's die staan, nee, dan hoef je al die laadpalen. Maar de truc is een beetje dat zodra de auto's veel meer batterijen krijgen, dan hoef jij niet meer elke dag te laden. En dan ga je ook misschien wel wat meer langs de snelweg laden als je wat verder wegrijdt. Dus dat hele denken dat je alleen maar laat als je ergens thuis bent of op een parkeerplaats, dat gaat natuurlijk veranderen als je meer batterijen gaat krijgen. BMW heeft recent gezegd, in de toekomst gaan wij geen auto's meer verkopen, wij gaan mobiliteit verkopen. Of misschien komen de bedrijven die eigenaar zijn van die auto en jij gebruikt gewoon die auto als je hem nodig hebt. Dus via je appje roep je gewoon de auto en dan komt de auto voorrijden. Ja, maar ik wil toch gewoon zo'n ding voor mijn deur blijven houden? Jij wel. Je wilt toch vrijheid? Jij wel. Maar er zijn heel veel andere mensen die ook wel die vrijheid willen, maar die dat gewoon via hun appje regelen. Andere generatie Bart. Oké, ik ben van een andere generatie. Nou, meneer de professor, laten we eens even zien of we precies. Opgegroeid met cilinders, carburateurs en cc's. Want ook al zie ik dit soort beelden van Volvo, dat in Zweden experimenteert met zelfstandig rijden, dan nog ben ik sceptisch. Je stuur loslaten? Wat als mijn autonome auto brokken maakt? Hoe ben ik dan verzekerd? Ik sprak laatst iemand van Volvo, die vanaf 2020 garanderen die min of meer dat je met hun auto geen ongelukken meer gaat krijgen. Sterker nog, ze gaan de verzekering van de auto meeleveren met de auto. Dus als het wel misgaat? Hebben zij een probleem, maar dat betekent het einde voor de klassieke autoverzekeringsmaatschappijen. Want de fabrikanten gaan de autoverzekering meleveren met de auto. Interessant, hè? Ik vind het bijna duivels leuk, hè, hoe het allemaal op de kop wordt gezet. Ja, en hoe snel? Nou, dit is ons robo-cupveld, hè? Ja. Ja. Dus hier spelen we eigenlijk voetbal met robots. We zijn op dit moment tweede in de wereldkampioenschappen geworden dit jaar. Wie met Steinboeg door zijn faculteit loopt, zou kunnen concluderen dat de mens binnenkort wel kan inpakken. Hier worden dus ook voetbalrobots ontwikkeld. En Robot Oranje is een stuk succesvoller dan de menselijke variant. We zijn op dit moment een drone aan het maken die de scheidsrechterfunctie kan hebben. Dus dat we ook een autonome scheidsrechter hebben. Want nu is de scheidsrechter nog een mens, die staat langs de kant. Dus robots spelen tegen elkaar, ja, en de drone is de scheidsrechter. En die is de scheidsrechter. Ja. Echt. Juist dat spelen met robots leert wetenschappers veel dat je praktisch kunt toepassen. De komende jaren rukt de robot ook meer en meer op in de gezondheidszorg. Nou, dit is ons fijnmechanisch lab. Hier ontwikkelen we eigenlijk robots voor chirurgen, om superchirurgen te maken. Superchirurgen? Superchirurgen. Ja, dat ze heel nauwkeurig kunnen opereren. Dus stel je voor, je moet een gehoorimplantaat of je hebt kanker in je hoofd en de arts moet bot wegboren. Wat je dan het beste kan doen, is eigenlijk een plaatje maken van je hoofd, zeg maar een CT-beeld, een röntgenbeeld. En dat beeld geven we aan de robot. En die robot kan dan eigenlijk automatisch precies daar boren waar het nodig is en ook niet meer. Het duurt nu ontzettend lang, wel 6 uur voordat een chirurg dat helemaal heeft weggevreesd. Ja, en wij kunnen met zo'n beeld van het hoofd, kunnen wij gewoon in één keer precies dat bot weghalen wat weg moet. De chirurgen waar we hiermee samenwerken vinden dit heel interessant.
Niet omdat ze zichzelf overbodig voelen, want zij worden de supervisor van de robot. Maar de robot gaat uiteindelijk het werk doen. Dus dit is de eerste robot die eigenlijk helemaal autonoom zijn werk doet, zelfstandig zijn werk. Wil de patiënt dit? Ik denk als je de patiënt vertelt dat de operatie sneller gaat, met minder bot weghalen, met minder risico's, dat mensen dat erg fijn vinden. Ja. Maar willen we dit? Er zijn natuurlijk ook nadelen aan robotisering. Banen verdwijnen, banen veranderen. Mensen zullen vaker moeten bijscholen. Of we dat leuk vinden of niet. Wat belangrijk is, zegt Steinboeg, ook onze nieuwe regering moet techniek in 2018 vol op de radar krijgen. De uitdaging nu is dat elk ministerie zich realiseert hoe ontzettend snel technologie gaat. Want het gaat overal alles beïnvloeden. Het gaat binnenlandse veiligheid beïnvloeden, defensie, gezondheidszorg in alle aspecten. We hebben dat hier nu gezien. Mobiliteit. Niet alleen dus elektrisch rijden, maar ook de slimme mobiliteit. Het gaat een totale verandering brengen van infrastructuur. Het gaat natuurlijk economische zaken beïnvloeden. Het gaat de landbouw beïnvloeden met drones voor akkerbouw. Dus alle ministeries die zullen de komende jaren eigenlijk voelen dat die technologische vooruitgang zo snel gaat dat ze daar snel op moeten acteren. En dat ze regelgeving moeten maken die snel meegaat met die veranderende wereld. Hm. En ik heb het gepleit voor een minister voor technologie. Dat is hem niet geworden. Maar ik hoop dat ik nog eens een keertje in de gelegenheid ben om de bewindslieden samen, of elk apart, te laten zien hoe snel het gaat en waarom het zo belangrijk is dat we daar voldoende aandacht voor hebben, ook in hun beleid. Een soort TED-talk voor ons kabinet of zo? Ja, een soort inspiratietalk. Daar heb ik al voorgesteld om dat een keertje te komen doen. En ik wacht nog op de uitnodiging. Dus jij gaat rijden? Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk om dat even te doen, ja. Oké. Okay. Ooit eerder gedaan? Nee. Ik heb nog nooit in een eend gereden. Einde rondleiding op de faculteit. Maar we gaan nog even de straat op, omdat Steinboeg opnieuw wil onderstrepen dat bestaande industrieën onder onze ogen veranderen. We moeten wel hard praten, hè? Want anders versta je elkaar niet. Ja, geweldig. Ja. Nou, we gaan nou naar de elektrische bussen kijken. Ja. Dat zie je nou ook heel snel gebeuren, hè? Dat dus het openbaar vervoer geëlektrificeerd wordt. Ja. Dat is natuurlijk, leent zich eigenlijk heel goed. Hè? Die bussen rijden geen 400 kilometer per dag. Ja. En ze hebben hier dus in Eindhoven 43 bussen die eigenlijk regelmatig gewoon even tussendoor gaan laden. Ja. En het laadstation zit vlakbij het busstation hier in het centrum. Ja. Ja, ik als gebruiker vind het ideaal, die elektrische bussen. Ja. Dit is de grootste vloot van batterij aangedreven bussen van Europa. Deze zomer hier in Eindhoven van start gegaan. En Steinboeg vindt het prachtig. Nou, goed. Zo, daar zijn we. Ja, tussen de elektrische bussen. Met een fossiele eend. Met een fossiele eend. Ja. Ja. Want wat gebeurt hier nou? Kijk, wat ik leuk vind om te laten zien hier is... Kijk, hier zit een systeem. Die bussen komen hier als de batterij bijna leeg is. En dan gaat er een systeem omhoog. En dan maakt die contact. En dan kunnen ze dus heel snel laden. Dus dit zijn snelladers. Die ervoor zorgen dat die bus gewoon over 20 minuutjes weer weg kan hier. En weer gewoon in de dienstregeling kan worden opgenomen. Ja, dit is helemaal allemaal Nederlandse techniek die hier is ontwikkeld. Ja. En dit is, ik denk dat dit ongeveer 3 keer zo snel laadt als de huidige standaard van de allersnelste laders die er nu zijn. Ja. 3 uur in het gezelschap van een techno-optimist maakt je een vrolijk mens. In 2018 wordt de wereld toch weer een stukje beter. Maar ik probeer het toch nog 1 keer. We knopen onszelf wel heel erg op aan die techniek, aan technische oplossingen. Is dat niet een soort vals optimisme dan, waar je het over hebt? Het is gebruik maken van die nieuwe technologie die juist heel veel mogelijkheden biedt. Ook om de gezondheidszorg beter te maken, om de gezondheidszorg ook zelfs ook goedkoper te maken. Om meer personalized healthcare te doen. Als je straks met je horloge al zoveel dingen kan meten en je hoeft niet meer naar de prikpost om allemaal dingen te laten controleren. Je horloge doet dat gewoon. Ja, wie wil dat niet? Churchill heeft geloof ik ooit gezegd van, ik ben een optimist, maar dan kan ik me niet veroorloven om een pessimist te zijn. Klopt dat voor jou? Ja, nou, ik voel dat niet zo zwaarmoedig als dat ik me niet kan veroorloven om. Ik ben een optimist omdat ik gewoon als mensen om me heen kijk en al die jonge intellectuele krachten om me heen zie, elke dag weer als hoogleraar op een universiteit werkend, daar krijg je energie van.